Romeo van Dessel, we zitten hier na de wedstrijd Antwerp-Aalst. We verliezen die, onze laatste thuiswedstrijd, met 1-2. Maar ik denk dat wie hier aanwezig was in de Bozuil, ja, die verschiet van die uitslag. Want de hele tweede helft hebben we voor het doel van Aalst gelegen. De eerste helft eigenlijk van hetzelfde. Ja. Geef jij jouw mening eens over deze wedstrijd? Ik kan niet meer zeggen. Je zit er bonk op. En, we hebben mooie kansen gehad. En die hebben we jammer genoeg niet kunnen benutten. En dan krijg je die eerste goal tegen in de eerste of de tweede minuut. Echt een domme, dwaze goal. Dus, en dan die tweede. Ja, okay. Die mag ook niet vallen. Maar ja, hadden we onze kansen afgemaakt, dan hadden we gewonnen. Ja, want na twee minuten denk je van ja, dit is zo'n typische wedstrijd die eigenlijk een doelpunt dat nooit mag vallen. Deze wedstrijd gaat nog heel lang duren, denk je dan. Maar na zes minuten, denk ik, sta je weer 1-1. Heel het stadion gelooft erin, iedereen gelooft erin, de spelers gaan ervoor. En helemaal op het einde, tekst op de neus, dat moet toch pijn doen? Ja, dat komt aan. Dus, ja, dus we hebben alles eigenlijk zo goed als geen kansen gegeven. En dan komen ze toch één keer voor dat toe en dan... En dan maken ze nog die winning goal, dus dat komt te hard aan. Ja. De coach die zat er ook zeer ontgoocheld bij. Die zegt net hetzelfde als jij. Je kan zoveel voor het doel komen als je wil, maar als je niet scoort, ja, dan verlies je uiteindelijk. Ja, hoe moet het voort eigenlijk volgend seizoen? Dit met of zonder Van Dessel, met of zonder Willemsen. Maar wat kan er nog bij? Wat moet erbij volgend seizoen? Ja, wat moet erbij? Ik denk... We hebben goede spitsen, maar ze missen misschien de scherpte of het zelfvertrouwen om het af te maken. Want zo'n kansen, normaal gezien, iemand met vol zelfvertrouwen schiet die binnen. Dus het is afhankelijk van wie er allemaal vertrekt, wat dat er dan moet bijkomen. Dus daar kan ik niet veel over zeggen. Ja. Een andere vraag dan. Hoe was het eigenlijk maandag in Charleroi? Toen waren we er niet bij met RFC-TV. Maar ik denk dat het een feestje is geworden voor jullie. We gaan winnen op het veld van de kampioen na, denk ik, 8 wedstrijden zonder overwinning. Ja, je hebt dat gemist. Ja. Nee, het was echt waanzinnig. Het was de leukste wedstrijd van dit seizoen. Ik denk voor iedereen, voor mij persoonlijk, maar ik denk voor iedereen. De ambiance in het stadion, ze waren de Mexican Wave van toen, dus het was echt super. Ze waren sportief, het was echt leuk. Na de wedstrijd hebben we nog wat samen naar het vuurwerk gekeken. Dus het was echt schitterend. En dan met 3-0 gaan winnen. Ja, niemand had het verwacht. Hè. Iedereen had verwacht dat we een pandoring gingen krijgen. We hebben toch maar laten zien dat we het toch nog kunnen na die 8 slechte weken. Dus het was schitterend. Ja. Ja, ik denk dat we daar allemaal inspiratie hebben kunnen opdoen voor wanneer wij eindelijk dat terug naar de eerste klasse kunnen gaan. Ja, dat klopt. Klopt. Moest Antwerpen in die positie staan. Ik denk dat er nog meer volk gaat zijn dan in Charleroi. Dus ik zou het graag willen meemaken. Oké, goed. Bedankt Romeo. En we zien je volgende week bij de laatste wedstrijd van het seizoen op Wetteren. Ja, ik zou er zijn.